zijn hier vandaag met allerlei mensen bij elkaar. En ik heet u allemaal van harte welkom. Raadsleden, collegeleden, familie, vrienden. En vooral de ridderkerkers, want dat bent u, die vandaag een koninklijke onderscheiding gaan krijgen. Die ik mag opspelden. Onze decorandi. Nu nog een beetje pre-decorandi, maar dat gaat straks echt zijn. En dat het er een aantal zijn, dat ziet u hier achter mij. Hè? Want er staat een hele respectabele tafel met allemaal bloemen en lintjes en boeken. En daar kom ik straks nog wel even op. Maar dat is allemaal bedoeld uit te reiken. En u kunt zich ook een beetje voorstellen dat er vandaag iets van uw geduld gevraagd wordt. Want ja, zoveel mensen die gedecoreerd gaan worden, dat betekent natuurlijk iets. Want dat gaan we niet zomaar even snel doen. Daar staan we met aandacht bij stil. En daar wijden we volgens mij met elkaar ook hele welgemeende en mooie woorden aan. De lintjesregen en dat het in Ridderkerk regent op dat punt, dat blijkt wel achter mij. En ik vind het ook echt geweldig en ook iets zeggen over Ridderkerk. Dat we hier met zoveel mensen zijn. Ik sprak net één iemand van u en die zei van ja, dit is wel Ridderkerk. En als er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor verenigingen en voor stichtingen, dan zegt dat iets over de Ridderkerkers. Zo doen we dat met elkaar in Ridderkerk. En ik heb, zoals ik het net zei, een heleboel verbaasde gezichten gezien net bij die rode loper. En nu is het echt zover. En volgens mij, ik heb u ze net allemaal nog even gesproken, begint het besef inmiddels ook wel een klein beetje door te dringen. Beste mevrouw Hoijmeijer. De kandelaar, is die nou open vandaag of niet? Ik hoop het. U hoopt het, ja. Nou, zal ik maar eens even kijken. Wat een verrassing, hè, vanmorgen. Zeker, hè, ja. U dacht aan de slag te gaan bij de kandelaar en dan zit u opeens hier. En ook met zoveel mensen die u liever dierbaar zijn. En u zit hier natuurlijk ook niet voor niets, maar dat heeft u wel zo begrepen inmiddels, hè. Ook u wordt vandaag in het zonnetje gezet. Terecht in het zonnetje gezet. En dat is mede dankzij uw werk in de kandelaar, maar daar kom ik zo nog op. Ik wil eerst even stilstaan bij uw werk in de haven. Dat klinkt misschien van een stukje verderop, water en schepen. Nee, een andere haven. Dat was de noodopvang die 8 maanden lang onderdak bood aan vluchtelingen uit Oekraïne. U was in die 8 maanden een van de vele trouwe vrijwilligers. U was onderdeel van het team voorraad en magazijn. In dat team, want het was prima georganiseerd, hielp u actief mee om alle spullen die Ridderkerkers kwamen brengen uit te zoeken en op te ruimen. En dat was veel. Noodopvang de haven is inmiddels gesloten. De Oekraïense gemeenschap is inmiddels verhuisd naar woningen van Woonkompas. En nog steeds staat u klaar waar het nodig is. En dat is bewonderenswaardig. Mede dankzij u voelden de Oekraïners zich in Ridderkerk welkom, ondanks de moeilijke omstandigheden waar ze in zitten. We maken een sprongetje naar de Riedenborg. U bent bijna 20 jaar vrijwilliger geweest voor Riedenborg. 2 wekelijks begeleidt u de bewoners naar de maaltijd op maandagmiddag. En u had zelf ook altijd gezellig mee. En tijdens de maaltijden, want zo werkt dat met eten, bood u een luisterend oor. Met veel humor voerde u de leukste gesprekken. Maar ook voor een diepgaand gesprek over andere dingen kon men bij u terecht. Riedenborg schreef mij het volgende. Mevrouw Hoijmeijer is trouw. Je kunt echt op haar bouwen. Ze stond altijd met veel liefde en enthousiasme klaar. En met een glimlach zet ze zich belangeloos inzet in voor een ander. In 2021 nam u afscheid van de Riedenborg. Dat deed u omdat het wel erg druk werd met uw vrijwilligerswerk bij Stichting Present Ridderkerk. Als flexvrijwilliger bent u sinds 2015 actief voor Present. U bent, de naam zegt het al, flexibel inzetbaar voor verschillende klussen. Denk aan kleine klusjes bij mensen thuis, maar ook de grote groepsprojecten. U bent binnen Present ook groepenbegeleider. U start een groep vrijwilligers op tijdens klussen, helpt ze aan de gang en bent aanspreekpunt. En door deze begeleiding voelen vrijwilligers zich gezien en gehoord. Heel belangrijk. Ook de Maranatenkerk herkent zich in de tomeloze inzet van u. U bent al van jongs af aan actief binnen de kerkelijke gemeente. Of het nou ging om de activiteitencommissie, het organiseren van de rommelmarkt, schoonmaakwerkzaamheden, het tellen van de collectes. U bent er altijd en u was altijd betrokken. En ik kan niet al uw activiteiten binnen de Maranatenkerk benoemen. Dan wordt het nog een hele lange ochtend. Maar ik pik er een paar uit bij u goed vinden. U zet zich al jaren in voor de vrouwenvereniging Houdt u aan het woord. U vervulde regelmatig de functies van presidenten, secretaris of penningmeester.
financiën, attenties voor leden of praktische zaken organiseerde u. U draait letterlijk nergens uw hand voor om. Net als dat u uw hand niet omdraait voor uw taak als diaconaal bezoeker. U schenkt in die rol aandacht en warmte aan bijvoorbeeld zieken of ouderen in uw wijk. Gewoon als gemeentelid of juist in de rol van een werkgroep of commissie. U staat klaar voor uw medegemeenteleden. In de kerk typeert u dan ook niet voor niks als enthousiast, oprecht, betrokken, breed inzetbaar en altijd actief. En dan ben ik aangekomen bij de kandelaar. Ik noemde de boekhandel al even aan het begin. U werd vrijwilliger bij de boekhandel in 1991. Dat betekent dat u ruim 30 jaar actief bent. Indrukwekkend. Al die jaren werkt u 1 middag per 2 weken in de winkel. U adviseert klanten, zoekt artikelen op, pakt in, rekent af, neemt bestellingen op enzovoorts. En daarnaast verzorgt u ieder half jaar het rooster voor alle vrijwilligers in de boekhandel. Beste mevrouw Hoormeijer, u geniet van contact met mensen. Juist de mensen die deze aandacht zo hard nodig hebben. Tegelijkertijd bent u trots op de organisaties waar u voor werkt. En bent u blij en dankbaar dat u daar onderdeel van mag zijn. En dat siert u. Mevrouw Hoormeijer, deze organisaties zijn andersom ook superblij en dankbaar met u. Voor al die jaren dat u zich voor hen heeft ingezet. U zit niet stil, steekt uw handen uit de mouwen en zet zich al die jaren in voor een mooie ridderkerk. En ik schat zo in dat het nog niet voorbij is. En dat verdient erkenning. En het is dan mij ook een groot genoegen en voorrecht dat ik u mag mededelen dat het zijn majesteit de koning heeft behaagd u te benoemen tot lid in de orde van Oranje-Nassau. Op het vestje, ja. Ja. Even kijken hoe dat gaat. Dat gaat vrij gemakkelijk. Denk ik, hè? Ja, dat gaat helemaal goed zelfs. Goed, ik denk het wel. En dan gaan we daar even heen kijken. Kijk, en dan wijzen we even naar de... naar de mooie onderscheiding. Kijk aan. Van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Alsjeblieft. Voor u ook een mooie bos bloemen. En alles wat erbij hoort. En degene die u gaat toespreken, die is van harte welkom hier. Goedemorgen allemaal. In mijn motivatiebrief aan de gemeente schreef ik dat ik mijn moeder eigenlijk niet anders ken dan dat ze vrijwilligerswerk doet. Als klein meisje mocht ik in de schoolvakanties al mee naar de boekhandel De Kandelaar om daar een ochtendje te helpen als ik vrij was. Vele jaren later kwam ik voor mijn werk regelmatig in de Riedenborg. En wie kwam ik daar op de maandagmorgen tegen? Inderdaad, mijn moeder, die daar hielp bij de maaltijden voor de bewoners. Nog een aantal jaar later neemt ze ons, en inmiddels ook de kleinkinderen, mee op stap om te helpen bij een tuinklus, voor Stichting Present of om te stoepkrijten bij de ouderen voor de deur in coronatijd. Kortom, ma is al jaar en dag present of het nu gaat om een ochtend bijspringen in de winkel, zoals u ook vanmorgen dacht te doen, maar ook een klus voor present of een bezoekje voor de kerk. En ook voor de hulp aan de Oekraïners of een werkvakantie bij de dak- en thuislozen mag je haar altijd vragen. Dus toen Stichting Present kwam met het idee om deze aanvraag in gang te zetten, hoefden we er niet lang over na te denken of we hierin mee wilden werken. Bij deze aan hen ook dank voor het nemen van de eerste stappen hierin. Wat ik mooi vond is dat in een van de ondersteunende brieven stond: Ellen zal het wel te veel eer vinden. Dat denk ik eigenlijk ook en het geeft een beetje weer hoe ma is. Maar ma, we zijn trots en dankbaar voor al het werk dat u in al die jaren heeft kunnen doen en nog steeds doet. En ook met veel plezier. Vandaag is het een mooie dag om dat te vieren. Een dag met een gouden of in dit geval oranje randje. Ellen Hoormeijer, actief bij de noodopvang van de haven. Maar ja, daarmee is het niet uitgelopen, hè, voor de Oekraïense vluchtelingen. Nee, die zijn nu in de huizen, hè, allemaal ondergebracht. Helemaal mooi. Maar we hebben inderdaad heel veel in de haven zelf gedaan toen ze hier opgevangen werden. Dus dat was prachtig, mooi werk. Want er waren heel veel spullen vanuit de Ridderkerk daar gebracht. Dus fantastisch.
Hartstikke mooi is dat, maar daar zijn we hier niet voor. Hè? Niet, nee, we zijn hier voor uw onderscheiding. Ja, heel bijzonder. Ja, ik ging vanmorgen werken, zogenaamd. En opeens kwamen mijn dochters binnen. En toen ging ik denken van, wat is hier aan de hand? Dus het was echt een verrassing. Ja, onder andere, u ging werken in de kandelaar. En dat doet u niet vandaag voor het eerst. Nee, ik ben er al. De kandelaar bestaat nu haast 40 jaar. En ik denk dat ik al 35 jaar ongeveer ben. Dus heel wat jaartjes. Ja, zich goed inzetten voor de gemeenschap. Dat is wat de burgemeester zei. Wat mooie woorden die gesproken heeft. Hoe voelde dat als je dan hier aankomt? Nou, ik vind wel, er zijn zoveel mensen die een lintje verdiend hebben. En die dan toch niet genoemd worden natuurlijk. Zeker niet op zo'n dag. Je moet echt aangegeven worden hè, door iemand. Nou ja, het is heel bijzonder gewoon om mee te maken. Heel blij mee hoor, in ieder geval. Ja, mooi de hele familie die hier zit. Lekker die volle tribunes van al die mensen die voor jullie, alle 11 de mensen die een onderscheiding hebben gekregen vandaag. Ja, even lekker in het zonnetje gezet. Dat mag toch best wel? Ja, maar dat voelt juist wel heel bijzonder. Want ik ben niet zo erg van in het zonnetje. Dus ik vind het mooi om allemaal te doen. En ik ben bezig erbij. Ik ga nog niet achter de geraniums zitten. Dus, maar het is heel mooi om het eens mee te maken. Ja, nu snel terug naar de kandelaar om die verloren uren in te halen? Ik denk het niet. Nee, ze zullen vast invallers zijn voor mij. Dus nee hoor, dat komt goed. Nogmaals gefeliciteerd. Maak er een hele mooie dag van. Dank u wel.